Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navanant, Hansen Dranken, het Nederlands Aspergecentrum en restaurant Infini. Deze week is Navanant Kookt te gast bij restaurant Infini in Waalwijlen. Patron cuisinier Michael van Geffen en zijn vrouw Kirsten hebben dit jaar de stap genomen om met hun restaurant te verhuizen van het toeristische Valkenburg naar het rustieke Heuveland. Naast het prachtige uitzicht over het heuvellandschap heeft de nieuwe locatie een ruimterras en voldoende parkeergelegenheid. Chefkok Michael en zijn gastvrouw Kirsten zorgen er samen voor dat hun gasten niets tekort komen. Deze week laat chefkok Michael ons zien hoe we op bijzondere wijze heerlijke gerechten kunnen bereiden. Welkom bij Navanant Kookt. Vandaag gaan we werken met het witte goud. Asperges, seizoensproductje. Ik heb die al voorgegaard, want de voorgaren doe ik in een eigen vocht eigenlijk, dat hij het lekkerste blijft. En strakjes doen we heel even doorgaren in de oven. We gaan daarbij serveren witlof. Die heb ik gemarineerd in sinaasappel. Polenta, dus gemaakt van mais. En liever buikspek, die heb ik zacht gegaard. 48 uur met heel veel specerijen, een klein beetje bouillon. En dan heb je dat het vet helemaal vol gaat zuigen met die specerijen. Echt super lekker. Asperges gaan we bijsnijden. Kontjes eraf. Houterige deel eigenlijk. Dat is wat minder lekker. Ja, wat je wel kan doen is er lekker soep van maken. Bouillonnetje. Aspergevocht. Gaan we ze terug erin doen. Klein beetje roomboter erbij. En die gaan we op vuur zetten. In de tussentijd heb ik een pannetje met water opgezet voor de eitjes in te koken. Dus we hebben twee hoeveitjes, vers van het land, vanochtend gehaald. En die gaan gekookt worden, ongeveer 8-9 minuutjes. Nou, de witte loofjes hebben we voorgegaard met een beetje suiker, zout en sinaasappelsap. Sinaasappelsap gebruiken we ook voor te verkleuren. Als je normaal de witloofjes gaat snijden, je gaat die maken, dan worden ze heel snel bruin. Als je de sinaasappel daarvoor gebruikt, dan heb je de zure, die gaat het verkleuren tegen. Plus, hij blijft mooi geel eigenlijk in dit geval. Doen we 20 minuutjes garen in het sap van het vocht van de sinaasappel. Voor het opwarmen heb ik ook een sinaasappel, een klein beetje ingesneden. Een klein beetje sap. Doen we in een pannetje. En dan leggen we gewoon de witloofjes mooi erin. En die gaan we ook weer terug reduceren, het vocht. En een klein beetje karamelliseren. Dan heb ik liever buikspek. Dat is gewoon... Het spek van het liever varken wordt grootgebracht door de monniken. Ik heb die zacht gegaard in heel veel specerijen. Laurier, sterrenijs, venkelzaad, wat pepertjes. Gegaard 48 uur op 50 graden. Als je boven 50 graden komt, gaat het vet smelten. Dat wil ik juist voorkomen. Ik wil dat vet helemaal vol gaat zuigen met die specerijen. Dus ook 48 uur garen, 50 graden. Dan heb je echt dat het vet gaat garen en de meeste smaak eigenlijk erin zit. Die gaan we klein snijden in plakjes en daarna gaan we ze lekker bakken. Dan heb je dat hele zachte van binnen en het hele krokante van buiten. Nou, we gaan ze in een pannetje leggen. Het pannetje is al warm. De bakken ze van elke kant maken ze een mooie krokant. In de tussentijd goed op de witlofjes letten dat ze niet verbranden. In de tussentijd heb ik ook nog een pannetje opgezet voor de polenta. Die gaan we mooi bakken aan twee kanten, dat die mooi bruin wordt. Witlof is belangrijk, als die helemaal gereduceerd is, moet je er heel dichtbij staan. Heel het in een beweging houden, dat die niet gaat verbranden van de onderkant, maar wel gaat karamelliseren. Dus je moet die op het juiste moment moet je die ompakken. Dat zie je bijna, dat die bijna droog staat in de pan. En gewoon heel de tijd blijven bewegen. Dan willen we eigenlijk hebben dat die suikers van die sinaasappel net op het juiste moment karamelliseren en dan halen we eruit en draaien hem om. En dan zie je dat de vocht bijna helemaal verdwenen is. Dan draaien ze rustig naar de andere kant. Dan zet hij even aan de rand van de kachel dat hij lekker warm blijft. In de tussentijd draaien we de spekjes om. Nou, de eitjes zijn nu klaar, dus die gaan we uit het water halen.
En die kunnen we gaan pellen. De eitjes zijn hier voor 9 minuutjes gekookt. Dat ze hard zijn van binnen. Dan kunnen ze dadelijk mooi splitsen, dus dat de eidooi van de eiwit afgaat. De polenta is nu klaar, dus we gaan bij het pannetje halen. Het is van alle kantjes mooi bruin gebakken. Doen we een klein beetje zout op. In de tussentijd zijn de asperges ver gereduceerd. Leg het de spekjes. Leg bovenop de asperges. Dan stop ik hem heel even in de oven. Het aspergesseizoen is weer begonnen. Dus het Nederlandse Aspergescentrum is weer volop bezig met de promotie van de asperges. Bart, het Nederlands Aspergescentrum is onderdeel van Acera. Jullie bereiken de consument. Hoe doen jullie dat precies? We hebben een platform, dus aspergescentrum.nl. We voeren een social media campagne om daar alles naartoe te leiden. De restaurants kunnen zich daarop aanmelden, activiteiten kunnen daarop aangemeld worden. En zo proberen we het hele verhaal rondom asperge in Nederland bij elkaar te pakken. Daarnaast is er ook een offline campagne. We willen in alle kanalen zichtbaar zijn, zoals via de supermarkten, via de groene speciaalzaken. We hebben natuurlijk ook de nationale opening, wat echt een grote aftrap is, die in april is geweest. En sowieso zullen we op verschillende plekken te zien zijn, dus op steekmarkten en allemaal dat soort evenementen. Dus het is niet alleen maar rond de opening van het aspergesseizoen, de 10 april wat eigenlijk al geweest is? Nee, het is echt het hele seizoen door, dus dan hebben we april, mei, juni. Dus in die 3 maanden gaan we volop de Nederlandse asperge promoten. Ja. En zo proberen we nu samen met Zon en Greenery, want die hebben we sinds dit jaar als financieel partner erbij, proberen we de campagne nog groter weg te zetten. En voor de komende jaren zal het ook noodzakelijk zijn om financiële partners aan te trekken om ja, dit soort promotiewerk te blijven doen. De peterselie gaan we weer even hakken. Even fijn snijden. De asperges zijn inmiddels klaar in de oven. Dus we gaan hem uit de oven pakken en dan gaan we een bordje opmaken. De asperges hebben nu 7 minuutjes in de oven gezeten. Het vet heeft lekker erin kunnen dampen. De rest van de vocht is een klein beetje ingekookt. Dus we gaan het bordje helemaal afmaken. Een klein beetje zout en peper nog op de asperges. De eitjes gaan we door een zeefje doorwrijven. En met een klein beetje van het vocht van de asperges gaan we de eitjes bij doen. En de peterselie die we gesneden hebben. Even een beetje doormengen dat alle smaak erin zit. Dan heb je mooi de aspergesmaak. Buikspek leggen we erop. De witlofjes nog voor de kleur. Polenta. We hebben een klein beetje jus gemaakt. Op basis van kalf. Een klein beetje eroverheen. Ja, weer een verrassend gerechtje, dit gemaal met asperges. Kijk voor meer informatie
over dit gerecht op de website of op de app. Tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navanant, Hanze Dranken, het Nederlands Aspergecentrum en restaurant Infinie.